De stichting Kinder- en Jongerentelefoonlijn is vanaf vandaag 24 uur per dag in bedrijf. De 123-lijn ondergaat ook een naamsverandering naar MI-lijn. Directeur Jacinta Jongelok-Dundas zegt dat er een traject is geweest waarbij de stichting diverse veranderingen heeft doorgevoerd om de dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Nu kunnen kinderen, jongeren en volwassenen over diverse onderwerpen contact maken met de stichting. Dat kan via de 123-lijn, Facebook en WhatsApp. We hebben, we bestaan al zo lang, dus er was natuurlijk wel behoefte aan een rebranding van de dienst die we leveren. Maar meer nog, we wilden een naam die beter aanspreekt. We merkten dat de kinderen vooral, ja, zij begrepen het, kinderhulplijn, kinderen- en jongerentelefoon. Ze snapten dat we er voor hun waren. Maar de KJT heeft een bredere doelgroep. Het zijn mensen tussen 6 en 25 jaar konden bellen. We zagen het al bij die tieners en de jongvolwassenen. Die identificeerden zich niet met een kinderhulplijn, zoals wij het noemen. Dus ze begrepen niet dat zij ook konden bellen. Dus vandaar dat we in een proces zijn gestapt. We hebben een nieuw logo voor de hulpverleningstak van de Stichting Kinderen en Jongeren Telefoon. Wij hebben een nieuwe naam en dat is tot stand gekomen door samen met die doelgroep die we wilden bereiken te brainstormen. Jongelok-Dundas zegt dat de doelgroep voor deze hulplijn is vergroot. Slachtoffers van huiselijk geweld of gendergerelateerd geweld kunnen zich nu ook wenden tot de stichting. Ze wijst erop dat mensen die bellen zeker zullen worden geholpen. De hulp zal afhangen van wat de aangever wilt. Als je belt, kan je ervan verzekerd zijn dat je iemand aan de telefoon krijgt die echt naar je wil luisteren. Die je niet oordeelt, maar echt wil horen wat er met je is. En dus samen met je wil nagaan wat jij nodig hebt en wat gedaan zou moeten worden of kunnen worden om jou te helpen. Het is heel verschillend. Mensen bepalen zelf hoe die hulp gaat, omdat het afhangt van wat zij willen, wat hun hulpvraag is. Je kan mensen hebben die gewoon willen ventileren, hun gevoelens willen uiten. Ik zeg gewoon, maar het is niet gewoon. Heel veel mensen zijn juist heel bang om die stap te maken. Weet je, gevoelens hou ik voor mezelf. We hebben vaak ook niet geleerd om dat te doen. Je ziet ook dat vrouwen, meisjes dat sneller neigen te doen dan mannen en jongens, want zij hebben niet geleerd dat zij dat mogen uiten. Als u en ik een probleem hebben, dan gaan we naar onze moeder of onze vriendin. Een man gaat niet zo gauw gaan zitten met zijn vader en gaan praten over wat voor problemen hij heeft in zijn relatie. Dus dat is een van de dingen, wat wil je? Zolang je met iets zit, je hebt een onbehagelijk gevoel en je denkt je kan het niet met iemand in de buurt bespreken of wil het niet bespreken, bel naar ons. Ongeacht als je man, vrouw, jonge meisje bent, bel en praat. Dat is de eerste hulp. Jacinta Jongelok-Dundas, directeur van de Stichting Kinder- en Jongerentelefoonlijn. Ze sporten ieder aan om contact te maken met MI-lijn als ze met iets zitten die hen stoort. Dat kan tegenwoordig ook via Facebook en WhatsApp. Jongelok benadrukt dat ongeacht het probleem, mensen moeten weten dat ze nooit alleen zijn.